So sometimes I come home, she is too happy. She say today, today I'm Spanish. My name is Tabata. En dan she ze, hola, cómo estás, hermano? Want kijk, het leven is vallen en opstaan en nog steeds val ik. Ik heb negen jaar van mijn leven vastgezeten. Ik heb mijn eigen beschadiging en dat heb ik ook nooit voorheen verteld. Weet je, we zijn bijna aan het vechten voor het geloof. Ik ben die jongen die van Mekka terugkwam. Ik ben die jongen. Die was gestopt met muziek. Wat doe ik in de stad? Wat mensen ook maar over mijn vrouw zeggen. Of of ik er in beeld laat staan. Of dat ze fotomodel is. Broer, ik respecteer mevrouw. Dus wie zijn hun om mij te beoordelen of te veroordelen? De vrouw van Jalaloba in de buurt. Bonjour, vous êtes sur le 106.8. Ongeveer, zoals chaque samedi, sur la chaîne vandaag Alors aujourd'hui, met Fernando. Something with Fernando? Ja, ik heb lang in mijn leven vastgezeten in mijn eentje. Uh. En af en toe is die druk van samen zijn zeven dagen in de week, 24-7. Is een beetje moeilijk. Real talk is real talk. What does? What does? What does? <laughs> What does? <laughs> <laughs> hey, what up? It's game, man. Nando Hey, what's up? Yo, this is 50 Cent. Hey, this is Rihanna Fernando. Yo, Fernando. What's up? TJ Khaled. Hey, what's up, everybody? This TJ Palby. Nando Leaks, okay? Okay, okay? Fernando. X is in that station for a reason, baby. I I I am. Nando Real talk. Yo, what up, your boy, Fernando, aka Mr. Keeper, Hard Keeper, Bang. En welkom bij Groot Nieuwe Podcast Real Talk. De podcast waar we echte verhalen vertellen. Waarbij mensen een plek hebben om hun verhaal te vertellen. Er zijn heel veel andere afleveringen. Echt, de gast van vandaag. die heeft al een deel 1 van het interview. Die staat al online. Daar heeft hij verteld dat hij naar Mekka is gegaan. Dat hij zijn leven helemaal heeft veranderd. Muziek achter hem heeft gelaten. Dus als je bij denkt, Hé, of wie heb ik het nou? Ja, Lal Oba! Hij is er weer. Welkom ja, back, man. bro. Ja, man. Je bent ja, weer man. terug. Hoe gaat het met ja, je, man? man? Goed, man. Goed, niks te klagen. Ja. Uh, ja, we zijn nog steeds in die up sfeer. Ja. Het leven verandert natuurlijk. En uh, ja, man, ik kan niks zeggen dan goed, man. alhamdulillah. Ja. Nou, In, in, in deze podcast gaan we verder waar we waren gebleven. Mm -hmm. We hebben natuurlijk in het eerste deel uh, de Real Talk van ongeveer tien maanden geleden. Mm -hmm. Heb je iedereen gechoqueerd? Weet je, je hebt gezegd, ik stop met muziek. Uh, ik verander mijn leven. Je bent naar Mekka gegaan. Uh, je hebt een prachtige vrouw ontmoet, die ook jouw vrouw nu is. Uh, daar gaan we straks meer over vertellen. Mm -hmm. En misschien zelfs laten zien. Ja, man. In Real Talk is alles mogelijk. Dus mensen, abonneren, en like als je dit al spannend vindt. Hè? <laughs> like, support. Gooi die likes omhoog. Begrijp. Gewoon abonneren. It's all about the passion. <laughs> maar uh, bro, de, de vorige keer... heel veel yes. mensen hebben gereageerd op die podcast aflevering. Ja, man, Wat voor reacties gaar. kreeg jij? Eerlijk is eerlijk. Eigenlijk Wacht gelijk. even, ja. laten we bij het begin beginnen. Ja. Hij is goed gegaan. Hij is lekker gegaan, bro. Hij is fucking gelukkig. Maar het mooiste wat ik vind aan dat soort gesprekken. Uh, daar zei ik ook klaar tegen jou. Van real talk is wel dat platform waar ik vind dat mensen zichzelf kunnen uiten. Dat je niet in de reden wordt geval. Uh, dat, dat, iemand, dat iemand je niet in de nou, reden valt. Ik ga je eerlijk valt. vertellen. Ik denk ook dat is de reden waarom die goed is gegaan. Voordat wij die interview ingingen, uh, liet jij mij echt beseffen. Real talk is real talk. Je kan gewoon jezelf zijn. Doe gewoon je ding. En ik denk. Dat ik toen heel vaak dacht van. Mm, misschien moet ik iets privé houden of misschien moet ik sommige dingen niet zeggen. Kijk, ik ben toch van Marokkaanse afkomst, ik ben een moslim. Uh, je hebt toch met je familie te maken. Je hebt met uh, oordelen te maken in onze cultuur. En jij gaat me echt een goed gevoel in de zin als het gaat om, uh, je weet toch, wees gewoon vrij man. Wees gewoon jezelf. Zeg gewoon wat je denkt. En ik denk dat dat ook de reden is waarom die interview goed ging. Ja. En waarom ik voor het eerst, denk ik, van alle interviews gewoon mezelf was. Gewoon helemaal open en vrij. Dus je bent trots op. Heeft, ja, man. Ik ben trots op. Mooi, 100%. mooi. Vind ik mooi om te horen. 100% en het was ook voor mij, nadat ik natuurlijk was gestopt met muziek. Ik deed niks meer echt als het gaat om interviews, optredens, muziek. Uh, al die dingen waar het voorheen om draaide. Kwam die interview, dat is eigenlijk het laatste wat ik heb gedaan. Zeg maar een soort album, mijn ja. laatste album. Je laatste album ik ga... heb je gewoon gedaan, dat was de laatste interview. laatste filmpje was met jou man. Ja, ja man. en ik dacht ik bel je om te kijken hoe het ook met je gaat. Dat doe ik ook vaak mm -hmm. met mijn gasten, ik vind het belangrijk, uh, weet je, want vaak... Uh, dat dus... vond ik ook, dus uh, moet ik je ook meegeven. Van alle interviews die ik in, uh, in de afgelopen zes jaar heb gehad, nog nooit heeft iemand nagevraagd of hé, hey, hoe gaat het? Uh, ik weet nog, met jouw interview toen we net hadden uitgebracht, week daarna, drie dagen daarna, belde hij me al. Hey, het gaat lekker, man. Hoe ja. is het met je? Twee weken daarna belde hij me, drie. Nu heb ik hem misschien twee maanden niet gesproken, maar ik vind dit vet, man. Ik ja. vind het tof. Jij bent echt een van de... En dit is niet om jou uh, veren te geven, maar het is gewoon de realiteit, man. Love, man. Ja, man. Wat, wat, uh, 100% uh, uh, man. Ja, want ik vind als jij dat soort privéverhalen vertelt... Het is, niet alleen maar, het is niet alleen maar pakken, pakken, nemen, nemen, nemen. Het is ook geven en nemen, weet je. Jij, jij geeft je ziel hier bloot... We hebben gesprekken, wij leggen dingen vast waar mensen eventueel wat van kunnen leren. Dus ik vind het belangrijk, weet je. Ik, ik behandel mensen zoals ik ook behandeld zou willen worden. Snap je, als je ergens komt bij iemand, wil je ook nazorgen. Hey bro, you good? In plaats van, oh ja, ik had hem ooit geïnterviewd en klaar, on to the next. Bro, ik beweeg niet zo. Weet je, mensen die mij echt kennen, die mij goed kennen. Ik heb ken het niet over de haters, maar de mensen die gewoon mij echt kennen. Nee, je hebt altijd zure mensen toch? Die heb je altijd. Ja, man. die, die wat, maar het ligt aan fuck, die heten. Nee, 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 maar het belangrijkste is gewoon van beweeg vanuit de juiste intentie. Het gaat niet om perfect zijn in het leven. Het gaat om bewegen vanuit de juiste intentie. Ik was laatst um, in de gevangenis heb ik een workshop gegeven aan boys die daar vast zaten. En toen zei die guy: hè, maar wat doe jij hier? Ik zei: Hoezo niet? Ik zeg ja, weet je, we luisteren naar jouw motivering every day op de radio. Waarom kom je hier? Ik zeg omdat ik jullie wil laten zien dat ik jullie niet vergeten bent. Zal ik je nog een ding vertellen? Wat? Je weet hoe lang ik jeugd heb gezeten, toch? Ik ja. denk dat ik zes jaar en tien maanden in de jeugdgevangenis heb gezeten. Ja. Weet je hoe vaak ik jouw stem heb voorbij, zien, of, uh, voorbij horen komen? Want vroeger hadden we CD's ja. en van niks. Ja. Dat was het in de jeugdgevangenis. Ja. En dan had je een paar motive. motive Helemaal laap. <laughs> motivatiesprekers. <laughs> ja. Weet je? Uh, die in de gevangenis kwamen. Maar dit, dit, ik ken dit man. Ik ken ja. dit. En ik ken precies hoe deze mensen op jou reageren. man. Ik vond het echt belangrijk. En ik, ik vond ik het, het mooi. Want het ontroerde me ook. Omdat ik daar was. En ik zei op een gegeven moment tegen iedereen. Uh, je bent niet wat ze zeggen dat je bent. En daarmee bedoel ik van. Tuurlijk heb je een fout gemaakt. Snap ik, ik bedoel? Je zit hier. Je zit in je tijd uit, je kan nadenken en je kan een keuze maken als je eruit komt. om een nieuw pad te bewandelen of hetzelfde pad te bewandelen wat je eerder bewandelde. Maar je hebt gezien dat dat niet helemaal werkt. Ik judge je niet, maar wees eerlijk tegen jezelf. Dat is het enige waar je eerlijk tegen moet zijn. Als je tegen jezelf liegt, lieg je tegen het allerbelangrijkste persoon, jezelf. Dus jou verbinding met de schepper waar je mee praat dus is jouw conversation. Ze had het altijd, God geeft je niks wat je niet aan kan. Dus dat was een heel diep gesprek. Ik vertelde ook van je hoeft niet perfect te zijn. Je moet Fernando volgende keer als je dat soort dingen doet, neem me mee. Tot oh, neem je mee. Weet cool. je waarom? Ik, uh, ik, ik weet het, ik ken het zelf. Ik heb het va uh, va uh, vaak meegemaakt, het vastzitproces. proces. Uh, ik wil er ook wat in betekenen man. Oké. Okay. Waarom ik denk dat ze het van mij anders gaan aannemen en ik denk ook dat het tijdperk anders is. Bij ons vroeger als er een Fernando kwam die ons de les ging lezen, was het veel makkelijker om het aan te nemen. In deze tijden met social media, en met alles wat... Je weet toch? Ja. De wereld is gewoon veranderd man. Ja. Is het heel moeilijk om zo'n jonge jongen die vastzit op dit moment duidelijk te maken dat het leven daar niet om draait man. Dat het snelle geld niet alles is man. Ja, maar wat ik ze heb meegegeven was... Kijk, dat doen veel van die mensen. Dan gaan ze zeggen, man, is niet alles. Maar ik ging eigenlijk terug naar de kern. Ik ging naar de kern van mensen van... Wat wil je echt? Dus los van mooie spullen. Laten we het hebben, zeg maar. Want ik ging voorbeelden geven van... Er is, het is geen toeval dat heel hmm. veel rijke mensen ongelukkig zijn. Dat kan je googlen, dat kan je terugvinden. Daar is data van. Maar laten we kijken naar... Ja, maar naar... die jeugd, die vastzit, die ziet dat niet, broer. Die kennen geen rijke mensen die ongelukkig zijn. Die kennen... Rijke gasten die niet ongelukkig zijn, bro. Die aan het shine ja. zijn, die in hun moment zijn van doekel maken. Ja, maar. Maar dat is één kant, hè, bro. En dat okay. social media is ook Maar nu, heel nu, nu, is. nu vraag je dat toch? Ja. En vooral in deze fase van die jonge jongens die vastzitten in de jeugdgevangenis, toch? Ik ben er één van geweest. Wat is de antwoord? Wat wil je in je leven? Wat is de antwoord die je krijgt? Ja, nou, ik heb ze niet gevraagd wat ze willen in hun leven. Ik zei tegen hun van. Als je, als je kijkt naar de basis van. Jezelf, je kern, weet je, want ik ging terug naar, laat me een voorbeeld geven, want anders wordt het een heel lange conversation, kan ook. Ik zei op een gegeven moment van, uh, ik had bijvoorbeeld over daddy issues, dus dingen vanuit huis. Ik zeg, wat mij veel pijn deed en mij woede gaf en ik wilde me bewijzen naar de wereld, was mijn band met mijn vader, snap je? Dat, dat is nog steeds, dat mijn bewijsdrang zit hem nog steeds. Ik zeg, daar zit iets in de dynamiek tussen boys... En hun ouders in hun jeugd wat effect heeft of effect kan hebben op hoe ze zijn in het leven. Dus ik, ik sprak vanuit daar en toen kwamen een paar boys naar mij. Ik zeiden bro, je hebt me geraakt man. Want je hebt een, op een andere manier met mij gesproken. Je hebt niet gesproken over riches en money. Je ging praten over wat in mijn hart zit. En het enige wat ik kan doen, ik zeg ik wil niks veranderen. Ik wil gewoon een geluid overbrengen. Wanneer jij ready bent om het te horen, zal het landen. Ik ben niet hier om te preken. Ik zeg luister, je hebt twee oren en één mond. Dat betekent dat luisteren belangrijker is dan spreken. Dus ik spreek en ik laat het aan jullie over. Ik vind mijn plicht was gewoon en dat vind ik dat als ik een platform heb zoals dit en ik kan boys die nu kijken of meisjes educeren met kennis dan moet ik dat doen. Ik heb een droom ooit gehad, dat zei ik ook vorige keer tegen jou, waarbij ik wakker werd en ik zei van: ik moet dit platform bouwen. Mm -hmm. Broer, ik heb dingen in elkaar gezet en ik wilde gewoon dit soort gesprekken vastleggen. Dit bestaat niet online. Snap je? Dus ik weet, dit moet er zijn. En voor de mensen die het willen leren, het is er. Als je een Jalal jalaloba bent geweest in het verleden, hoe je vroeger was, dan ga je dit gesprek ga je voelen. Omdat je voelt. Hé, hey man, die man heeft zijn leven veranderd. Die man strukkelt ook. Wauw, dat is wat ik wil doen. Nooit de les voorlezen, maar geef ze de situatie... of geef ze de informatie. Dat is hem ook, hè. Je moet mensen informatie geven. En wanneer ze er ready voor zijn, klaar voor zijn... dan ga je die informatie tot je nemen. Meer dan dat kan ik niet doen. Ja. Intentie is key, broer. Het gaat niet om perfect zijn, maar gewoon, gewoon die informatie. Net, net hoe jij ook nu informatie gegeven over hoe het nu met je gaat. Snap ik, ik bedoel? We hebben een, een tof interview gedaan... Uh, je bent naar Mekka gegaan, uh, je hebt muziek achterin gelaten. Maar hoe gaat het nu met jou met al die dingen? Heb je het allemaal in balans? Waar ben je nu in live, uh, Brooski? Ja, we zitten nu natuurlijk in een andere fase in het leven. Uh, ik ben naar Mekka gegaan, ik heb mijn stappen ondernomen. Uh, we hebben veranderingen onderstaan. Maar nogmaals, veranderingen gaan niet heel makkelijk als je van een heel ander komt, uh, we zitten nog steeds in die struggle we zijn nog steeds aan het volhouden, we proberen nog steeds het beste ervan te maken. En waar ik wel heel blij mee ben, is wat ik heb gekregen. Natuurlijk nadat ik mijn stappen heb genomen om naar Mekka te gaan. De laatste keer, volgens mij, dat ik bij jou was, zat ik nog in een kantoorruimte. Nu tegenwoordig hebben we een zaak, de Obastor, grote, ruime zaak aan het water, een soort kleine harbeclub, horeca met kledingzaak, uh, wat je niet vaak ziet in Nederland. We zijn tot laat open. Normaal kun je shoppen in Nederland tot 6 uur. Mm -hmm. Bij ons kun je gewoon shoppen tot 11 uur. Dus dat maakt het een beetje speciaal. Um, ja, kijk, daar ben ik natuurlijk super dankbaar voor. Ik, ik, ik kan me nog sterk herinneren aan mijn smeekgebeden in Mekka. Ja, Allah, geef me iets wat ik net zo leuk vind als muziek. Uh, maar waar ik misschien net zoveel mee verdien. Of misschien meer. En precies dat heb ik gekregen, man. Ik heb een nieuwe. Doel gekregen, een nieuwe passie waar ik elke dag van geniet um, en waar ik eigenlijk wel meer mee verdien dan muziek. Ik heb rust, ik heb stabiliteit, ik heb een vrouw, mijn familie is gelukkig. Kijk, tuurlijk is het nog af en toe vallen en opstaan, want je komt van een hele wilde leven en die wilde leven is: ja, is verslavend, man, bro. En af en toe. Om, om te accepteren dat je elke dag rustig bent, thuis komt, werk thuis komt, werk thuiskomt, uh, familie, werk thuiskomt. Nog een keer, zal ik het nog een keer herhalen? Werk thuiskomen. Ja. Nou, Voor het op een gegeven moment zijn. Zo ziet het er op een gegeven moment uit. Mm -hmm. Terwijl mijn leven voorheen een rollercoaster was. Het dus was elke dag wakker worden met let's go man, kijken wat er op mijn pad komt. Ja. En elke dag was een nieuw verhaal. Nu is het een beetje standaard. Het verschil daarin is natuurlijk uh, heel veel liefde, heel veel stabiliteit om me heen, een toekomst. Kijk, met muziek wist ik nooit uh, wanneer het ophield, wanneer ik een, zeg maar, of ik een toekomst eraan overhoud. En nu met de OBA Store weet ik zeker, weet je, er zit een algoritme in. Ik heb vaste klanten, ik heb klanten die altijd terugkomen, ik bied een mooie stijl aan. Het allerbelangrijkste is, het is logoloos, het is netjes, dus het is tijdloos. Je kan het altijd blijven dragen koop je een vest bij mij en om over vier jaar nog aan is ze niet uit de mode. Dus daarmee heb ik wel iets gecreëerd waarmee ik een toekomst opbouw. Mm -hmm. Een toekomst in de zin van dit kan nog wel tien, 15, twintig jaar duren. Maar uh, je geeft ook aan van, zeg maar, je hebt die verandering, heb je ondergaan, maar op een gegeven moment lijkt het alsof je zegt van dat je een soort sleur voelde in de zin van ja, vastigheid en kijk, van voorspelbaarheid. Ando, je, komt, je komt van van zeven dagen in de week in de studio. Je komt van uitgaan. Je komt van uh, verleidingen. Je komt van vrijgezellen leven. Je komt na nou, in één keer geloof, huwelijk, familie en werk. Ja, de afgelopen zes jaar in mijn artiestencarrière. Ik zag dat niet als werk, bro. Het ja. was, tuurlijk was het werk, maar het was met een genot en met vrijheid. Je was nergens aan gebonden. Ik kon opstaan. Had ik een interview of had ik een show? Ik bepaalde of ik wel of niet ging. Snap je? Ja. Ik was de baas over wat ik deed. Nu heb ik een bepaalde verantwoording. Ik heb een winkel die moet open ja. om tien uur s ochtends of om twaalf uur s middags. Die moet dicht om elf uur. Klanten moeten, uh, moeten hun service krijgen. Uh, je, je bent aan een bepaalde verantwoording uh, uh, verbonden. En natuurlijk heb je een huwelijk. Je hebt regels ineens van een huwelijk. Je moet thuiskomen, je, je moet thuis slapen, je moet. Ja. Ja, je moet zorgen voor je vrouw. Je moet zorgen dat er. Ja, natuurlijk. De, de, je weet toch, je financiën moeten op orde zijn. En nu kan je niet meer zeggen. Hé, hey, weet je wat? Ik laat deze interview of ik laat deze show. Want morgen heb ik wel weer een andere show. Weet je, je hebt stabiliteit nodig. Je moet, je hebt nu, ik heb nu wat meer verantwoording. Ik heb ook zorgen op mij. En niet dat mijn vrouw vraagt niks van mij. Mijn vrouw is heel onafhankelijk en heel stabiel op haar benen. Maar als man. Voel je die druk wel? Ja, of hoe, ga, ja, hoe ga je daarmee om dan? Want zeg maar, je wilt ja, je, je vrouw wil, je wil leuke man dingen zijn. geven. Je wilt wil, ja. wil zorgen voor je vrouw. Ja. Je vrouw heeft voor je gekozen omdat ze zag dat jij die man was. Ja. Weet je, en ik wil die man zijn. Dus mijn vrouw zal nooit de man in de relatie zijn. Mijn, mijn vrouw hoeft nooit zorgen te maken over, over geld of over zorg of over liefde. Of. Maakt niet uit wat het is. Weet je, en die verantwoording had ik de afgelopen Vijf jaar niet ja. en die heb ik nu wel. Ik heb nu een huwelijk, ik uh, weet je, en dat neemt toch zo druk met zich mee. Het is, het is natuurlijk een, een, een mooie druk. Ik geniet ervan. Waarom? Ik heb eindelijk iets waarvoor ik leef. Ik heb eindelijk iets voor waarvoor ik thuis wil komen. Weet je, ik kom niet meer alleen thuis. De laatste interview die we hadden, hadden we het daarover, over die nachtleven en alleen thuis komen. En, en nu kom ik thuis, jongen. Uh, ik heb nu trouwens ook een poes, ik heb een vrouw. En beide als ik binnenkom, zijn yes. super vrolijk. Ah, leuk. Weet je, dan is het mooi thuiskomen. 100%. Ja. Wat en dat zit ik andere... elke nacht weer. Maar, maar Beel, denk je ook over na om ook met haar dan ook het gezinsleven verder uit te ja, bouwen? Maar. Ja, man, kijk, en natuurlijk, uh, zoals iedereen weet, heb ik een dochter. Ik heb een dochter van zes. En toen ik opnieuw ging trouwen met mijn huidige vrouw. Um, was het nog een raadsel van hoe zal dat uh, uitpakken? Mm -hmm. Hoe gaat mijn nieuwe vrouw om met, me, met mijn dochter? Alleen zij is uiteindelijk de, de, de grootste support geweest uh, in mijn dochter. In de zin van: je moet er vaker zien. je dochter, ze is gek op mijn dochter, mijn dochter is gek op haar. Uh, ze blijft me er constant ook aan herinneren. En natuurlijk wil ze de eigen kinderen. Dus uh, ja, man. We hebben, als het daarom gaat, hebben we 0,0 uh, een miscommunicatie of een discussie. We zijn gewoon liefdevol naar elkaar, we Mooi. begrijpen elkaar. Ik heb, ik heb mijn beste mattie gevonden, man. Ja. Echt. Ik heb honderden matties gehad in mijn leven. Uh, zowel vrouwen als mannen. Um, ik heb nu echt, echt mijn spiegel gevonden, man. Echt. En wat geeft ze jou wat alle andere vrouwen of mensen in je leven jou nooit hebben gegeven? Ze begrijpt mij. Ze begrijpt mij in mijn fouten. Ze begrijpt mij op mijn zwakst. En ze begrijpt mij op mijn sterkst. Ze is verliefd op me als ik zwak ben. En dan praat ik echt over zwak. Want kijk, het leven is vallen en opstaan. En nog steeds val ik. Ik kom uit een verleden, wat ik in een vorige interview ook zei. Ik heb negen jaar van mijn leven vastgezeten. Ik heb mijn eigen beschadiging. Kijk, ik heb met heel veel jongens vastgezeten. Die ik goed ken. Die hebben hun eigen schade. De ene is psychisch gestoord. De andere die heeft zelfmoord gepleegd. De andere... Iedereen heeft uiteindelijk zijn mankementen overgehouden. Weet je? En mijn mankement is. Ik heb ook af en toe mij vallen. Nog steeds. En wat ik nooit in een vrouw vond, is ze is verliefd op me, in me op mijn zwakste moment. En ze is verliefd op me op mijn sterkste moment. En ze blijft achter me staan. Ze heeft me leren kennen op het moment dat ik stopte met muziek. Dus mijn hype ging er vanaf. Besef dat even. Normaal vielen vrouwen op me omdat ik artiest was. Omdat ik een high, high leven had. Omdat het allemaal om geld draaide en kijk mij en dit dat. Mijn vrouw op dit moment heeft mij leren kennen op het moment dat ik niks meer werd. Dus op het moment dat ik stopte met muziek, op het moment dat ik geen finans, financiën meer had, op het moment dat ik Obastor, Obastor nog ging opstarten, dus er was nog geen geen duidelijkheid ja. van wat ja. gaat er van komen. En ze was daar wel man. Mooi. En ik heb grove fouten gemaakt in mijn relatie, in mijn huwelijk met mijn vrouw. En daar hoef ik niet in details in te stappen. Zo heeft elke koppel zijn problemen. Ja. Maar ze was daar man. Ja. Ze was daar en ze geloofde in mij en ze wist dat het ging veranderen. En zo zal ze er altijd in blijven staan. En daarom. Ja man, daarom denk ik ook dat ik deze vrouw ben, getrouwd, ben, ben gaan trouwen. Ze so support je no matter what. No matter what. Man. Maar je kan dat heb ik had ook met haar praten nooit als je... gevonden in een vrouw man. Maar is het zo? Is, is jullie kracht ook? Want je zegt ook, ze is je beste vriend. Dus mm -hmm. uh, kan je ook makkelijk met haar praten over dingen die jou kwetsbaar maken? Weet je ja, die... bro, voor het eerst in mijn leven ben ik gewoon open en eerlijk over een, met een vrouw. Mm -hmm. open, eerlijk over alles. Ja. Dus wat ik je zeg: op mijn zwakste moment kent zij mij, omdat ik er open over ben. Ik laat me dan ook op mijn zwakste moment zien. En af en toe heb ik natuurlijk de gedachte: hé, hey, maar hoe ziet zij mij dan als ik als ik zo zwak ben? Weet je, wanneer ik dan weer stabiel ben, ja. en ik ben weer normaal. Noem dan een voorbeeld ik, van dat want ik denk dat mensen denken: wat is een zwak moment? Ik denk, Fernando, dat ik dat soort dingen. Kijk, natuurlijk, we kunnen tot een, tot een bepaald moment open zijn. Uh -huh. maar met dat soort dingen moet. Ja, kijk, elke man heeft zijn zwaktes. Yeah. Maar zijn zwaktes in de zin van dat een andere persoon. Oh ja. uh, die, niet goed, die, die niet van je houdt yeah. en die niet goed met je is. Yeah. Yeah. jou gaat beoordelen. Yeah. Want zo kent hij jou niet. Zo heeft hij jou nog nooit gezien. Yeah. En zo kent mijn, mijn vrouw mij wel. Yeah. Weet je? En, en op dat moment heb ik haar gewoon leren kennen. Ze stond Mooi. daar, ze was daar. En dit is de enige vrouw op de wereld, naast mijn moeder natuurlijk, die mij op dat soort momenten kon vertellen. Hé, hey, laatste vriend. Ik weet het niet. Maar je bent de sterkste man op de wereld, gap. je bent de knapste man op de wereld. Terwijl ik op mijn lelijkst was. Terwijl ik op mijn zwakst was. Terwijl ik op mijn. Ik, voor mij, dan voor mezelf, op ja. dat moment was ik niks meer waard. En dan kon zij mij laten inzien: hey, jij grap, jij bent het. Jij bent het. Er is niemand beter dan jou, weet je. En ik denk dat, dat ik dat nog nooit in mijn gevoel, leven heb meegemaakt, man. Dat geeft wel een fijn gevoel, volgens mij. Ja, man. Ja. Ik denk in, in, in het verleden dat als ik een vrouw had en ik liet me op mijn zwak zien, dat ze me nog na ging trappen ook. Ja. Maar, hè, ben jij zo? Zo kan jij toch niet zijn, weet je? Of tegen je gebruiken. Dat vind ik ook altijd maar. Ja, of tegen een me gebruiken. Ja. En uh, natuurlijk uh, de eerste vrouw in mijn leven die die gewoon één op één is met mijn moeder en mijn zus, man. Oh, oké. Okay. Gewoon gelijk ja, goed gekeurd. Nou. Kijk, natuurlijk hebben we af en toe ruzie. Ja. En dan bedoelt zij het goed en dan wil ik vluchten. <laughs> weet je? Omdat ik denk van, hey, uh, ja, ik heb lang in mijn leven vastgezeten in mijn eentje. Ja. En af en toe is die druk van samen zijn, zeven dagen in de week, 24-7, is een beetje moeilijk. Ja. En dan bedoelt zij het goed, op mijn zwakste moment, en dan wil ik vluchten. Ja. Weet je? En dan bellen gewoon mijn zus en mijn moeder, hé, een grap. Ik weet niet wat jij gaat doen, <laughs> maar je hebt de beste vrouw op de wereld. Wij kennen jou, wij kennen jouw verhalen, normaal hebben we je bek. Maar in dit geval hebben we jouw bek niet gehad. Je gaat heel snel terug naar je vrouw, per direct. Of je bent ons ook tegelijkertijd kwijt. Ja. Weet je, en dat vind ik wel mooi. Hoe mooi is dat in de koffer? Want ik ben zeg maar in Amsterdam-Oosten opgegroeid. Dus Marokkans, Turko's, everybody, allemaal in mijn omgeving gehad. Dus, maar ik ken ook al die different cultures. Hoe is het voor jou zeg maar om, want jouw, jouw vrouw is, 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 is fotomodel. Wat, wat, wat ja. is, zij, zij is, ja. Jij, Miss Arab, jongen. Miss Arab. Ja, man. <laughs> dus, maar, maar zeg maar, hoe wordt er naar haar, zeg maar, weet je? In, in, in nee, kijk, in, 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 natuurlijk in de heb je gekeken. heel veel Marokkanen om me heen. En dan over het algemeen Marokkanen. Weet je? Uh, die het hebben over, hoe kan je je vrouw vertonen, hoe kan je vrouw Instagram hebben, hoe kan ze zich als fotomodel uiten. Kijk bro, mijn enige antwoord daarop is. En dat heb ik ook nooit voorheen verteld. Weet je, we zijn bijna aan het vechten voor het geloof. Mijn eerste ticket naar Mekka kwam vanuit mijn vrouw. Mijn tweede ticket naar Mekka kwam vanuit mijn vrouw. Dat was mijn grootste supporter. Zonder haar had ik Mekka nooit gezien. Weet je, zij kwam met het idee. Zij heeft die ticket ook gekocht. Zij heeft me gesupport, Omdat ik het op dat moment nodig had. Uh, nogmaals, even terug naar het feit. Ik heb honderden vrienden gehad, bro. Als het gaat om mannen en vrouwen, Marokkanen, moslims, noem het maar op. Weet je, ze hebben allemaal. Een leuke band met me gehad. Ze hebben allemaal misbruik van me gemaakt. Ik heb ze allemaal verloren. Dit is iemand, los van vrouw of man, die achter me heeft gestaan door dik en dun, bro. Die met me heeft gestroggeld door dik en dun. Weet je, we zijn misschien geen tien jaar samen, maar de tijd die we samen hebben doorgebracht, telt voor mij als twintig jaar. Want ik heb nog nooit zoveel meegemaakt met een vrouw als wat ik met haar heb meegemaakt in een jaar. Ja. Of in anderhalf jaar. Dus. Um, wat mensen ook maar over mevrouw zeggen, of, of ik er in beeld laat staan of dat ze een fotomodel is. Broer, ik respecteer mevrouw. Mijn mevrouw mijn respecteert mij. We hebben samen die stappenplan gemaakt om het geloof uh, te volgen. We doen het stap voor stap steeds beter. Weet je, ik heb nogmaals genoeg vrouwen in mijn leven leren kennen. Ik zie mijn vrouw elke dag op tijd bidden, standvastig. Ze herinnert me elke dag aan het geloof, uh, ze staat achter me, ze is liefdevol. Ze is altijd vrolijk. Wie zijn de fuck hun om mijn vrouw te veroordelen, man? Of wie zijn hun... Kijk, mijn enige verantwoording is naar God, is naar Allah. Ja. Haar enige verantwoording is naar Allah. Dus wie zijn hun om mij te beoordelen of te veroordelen? Niemand weet, wat ik ook in de vorige interview zei... Niemand weet hoe Allah ons beoordeelt. Niemand weet hoe Allah ons veroordeelt. Weet je? Ja. Kijk, natuurlijk zijn de regels van vergevenis... En, en, en wat een zonde is. Maar de ene zonde is, de ene zonde is zwaarder dan een ander. De ene goede daad telt meer als een ander. Weet je, ja. er, zijn, er zijn verhalen dat een, een, een goede daad al je zonders verwijdert. Maar je bent een goed persoon geweest je hele leven... maar één slechte zonde kan je, heel, kan je gewoon de hel inbrengen, bij wijze van spreken. Ja. Dan waarom moet ik luisteren naar mijn volk... Die alleen maar aan het afzijken is, man. Tuurlijk zijn er goede broeders. En natuurlijk heb ik mijn moslimbroeders die mij ook supporten en helpen. Maar er zijn een hele hoop die alleen maar loeren op iets, man. Die alleen maar loeren om je van je pad af te, af te halen, man. En ik ben er een beetje klaar mee, man. Ja? Ik heb aan niemand de verantwoording te Bro, ik geef er geen moer meer om, man. Ik ga je eerlijk zeggen, man. Ze mogen zeggen wat ze willen. Ik heb mijn leven, ik heb mijn vrouw, ik heb mijn werk. Uh, in mijn werk probeer ik ook iedereen blij te maken, weet je. Was er een tijd dat je te veel mensen tevreden probeerde te ja, houden? Man. en ja, Probeerde te kiezen? Ja, ja, man. Elke keer weer, elke keer weer en elke keer weer. En die tijd is gewoon voorbij, man. Ik leef voor mij, ik leef voor mijn vrouw, mijn toekomstige, uh, mijn toekomstige gezin en mijn moeder en mijn zussen, man. En voor de rest boeit iedereen mij, man. Ja. Weet je, ze zijn er allemaal bij. Wanneer je de lotto wint. Maar wanneer je op je zwakst bent, kan je ze nergens bekennen, man. Ze trappen je nog na ook, ze praten nog achter je rug ook. En die, 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 die neppe Instagrammers en die fake accounts allemaal, daar let ik helemaal niet meer op, man. Ja, Dan praat ja, ik nu alsof... over mensen die gewoon face. Ja, ja, ja. Ja, die no face jongen, daar let ik helemaal niet ja. Meer op, Ja. Maar dat, dat, dat is een wervelwind aan ellende, zeg altijd online. Ja, Iedereen man. heeft een mening. Ja, man. Dat, dat is... En het is zo erg geworden, bro. Bro, kan je beseffen, Fernando, dat ik gewoon de stad niet meer in kan? Hoezo? Kan je gewoon beseffen dat ik... Ik heb die schaart en ik, heb, ik ben er helemaal klaar mee. Maar kan je beseffen dat als ik de stad in kom... dat er een camera aan alle kanten in mijn gezicht uh, gericht wordt? Waarom? Ik ben die jongen die van Mekka terugkwam, bro. Ik ben die jongen die was gestopt met muziek. Wat doe ik in de stad? Daglicht of nacht? Wat doe ik in de stad? Al loop ik voorbij... Al had ik een doel, omdat ik via de stad naar huis moest. Wat doe ik in de stad, broer? Mensen gaan tegenwoordig naar buiten, ja, niet om te genieten van hun avond, niet om uit eten te gaan, niet om een leuke avond te hebben. Mensen gaan tegenwoordig naar buiten om te exposeren, om hun camera in hun hand te hebben, om andere mensen te filmen. Die tijden waar wij in leefden, weet je, dat het allemaal leuk was en dat er toen ja, jij vroeger wegging, maakt niet uit of je uitging, of wat je ook deed, of ja. uit eten ging. Was jij bezig met je telefoon om, je anders, nee, maar <laughs> om brok, ik, ik, iemand anders, om een foto van iemand anders te maken? Ik, ik, ik heb die koelkast, die pokkelijst zweek. maakt niet die, uit wat jij... Ja. Zou jij een foto van iemand nee, anders man, maken, tenzij het nu... Michael Jackson was, ja, of Beyoncé Ja, ik Beyoncé? Doen, man. Ja, man. Maar, maar het heeft ook te maken met, wat je ook zegt, de nieuwe generatie. sensaties speelt een grote rol. Wow, man, uh, man. Oogballen, mensen willen oogballen. Mensen willen dat mensen kijken, liken. Sensaat, negativiteit... Werk tien keer zo zwaar en zo hard en zo snel als positiviteit. Ja, maar nog steeds, ik leef in deze tijdperk. Ik ben een influencer. Ik was een artiest. Ik leef op social media. Bro, het zou mij nooit in mij opkomen. Ever ooit. Maakt niet uit. Tenzij het natuurlijk nu de oorlog is van Palestina. Maar als het niet daarom gaat, het zou mij nooit in mijn hoofd opkomen. Om onder jouw foto een reactie te plaatsen, om jou te exposeren. Maakt niet uit in welke situatie ik jou zie, om jou te filmen of jou te fotograferen. Maakt niet uit wat jij morgen doet. Ik zal jou privé, omdat ik je ken, zou ik je een bericht sturen van: Hé hey bro, is niet top wat je hebt gedaan, man. maar ik zal jou nooit op internet met mijn naam onder jouw reacties negativiteit geven, man. Ben je als geschrokken van bepaalde reacties? Van? Ja, man. Ik... Ja. Vooral sinds ik uit Mecca ben, ben ik er echt van geschrokken, man. Echt, ja. Dat mensen gewoon thuis op hun bank zitten, of mannen die getrouwd zijn, of vrouwen die getrouwd zijn, die hiermee bezig zijn. Maar schaam je, man. Schaam je, man. Het is gewoon zielig, man. En dit wordt meer en meer met de dag, hè? Niet alleen naar mij toe, maar gewoon in die vibe. Mensen zitten gewoon meer en meer in deze shit, man. Het ja. is toch lep? Ja, maar daarom is het ook belangrijk ook dat je ook zo, dat je kan uit, want ik denk niet dat veel mensen beseffen wat er met je gebeurt na zo'n interview. En dat mensen dan weten van, je bent naar Mekka gegaan, je hebt gezegd, je gaat je leven beter. Dat mensen dan verwachten dat je gelijk perfect bent. Mm -hmm. En wanneer je zeg maar iets doet in de ogen van mensen waarvan zij vinden dat het niet zo is, dat ze dan gelijk daar gaan oordelen. Maar ik zeg altijd, ja. als je zelf niet perfect bent, moet je helemaal niks zeggen. Nee. En je weet, in. in, in, in uh, Niemand, Wij mogen nooit op elkaar oordelen. Elkaar Bro, overreden. zolang je zelf mankementen hebt, en dat heeft elke moslim, elke moslim op deze wereld is niet perfect. Want als we perfect waren, als er één moslim op deze wereld die nu leeft perfect was, dan was hij in het paradijs. Ja? Er is geen één moslim die nu leeft op deze wereld die perfect is. Dus voordat je jouzelf perfect hebt gemaakt, moet je nooit oordelen over een ander. Ben ik jouw beste vriend en je wil mij corrigeren, heb je het alle recht. Maar ken je mij niet? En ben je mij aan het beoordelen terwijl je zelf nog mankementen hebt? Werk eerst aan je eigen mankementen voordat je mij beoordeelt. Voordat je mij beter wil maken. Die energie die je in mij steekt, kan je beter in jezelf steken. Snap je wat ik bedoel? Ja. Maar oké, okay, dat, uh, dat tenzijde. Heb je ook mooie complimenten ook gekregen van mensen die jou ja, de tuurlijk. vorige keer in de podcast gezien hebben? Tuurlijk, wat, zeggen, wat, wat zeggen ze dan? Bro, ik heb mega support ja. gekregen, man. Ik denk dat de hele Oba Store draait door die laatste interview. Echt? Ja, man. Die gunfactor was zo groot, bro. In de zin van, hé, hey, weet je wat? Wij gaan gewoon shoppen bij onze broeder. Vergeet wow. al die andere winkels. Deze jongen is een verandering aan het doormaken. Deze jongen heeft ons nodig. En zo heb ik super veel support gehad, man. Wow. dus Ik ben ook blij dat je dit zegt, want anders had ik het niet eens kunnen zeggen. Dus even naar de camera toe. Dat is Mooi, man. man, dat is real echt, talk. Ze hebben me echt, echt bijgestaan, man. Bijgestaan in moeilijke tijden, want ik kreeg een winkel, ik kreeg huren, ik kreeg personeel. Ja. En stel je voor iedereen, zeg boycott, Ja. Had ik het nooit kunnen redden, man. Zo, inshallah met deze nog meer uh, ja, kloten. Ja man. ja man je ziet er de paar voor real talk is geen probleem ja, man, man. <laughs> dus het is <Traans>, next level <laughs> we hebben de sale die aankomt dus uh, jongens jullie zijn allemaal welkom in de obastore we gaan tot 70 in de sale 23 24 25 kijk natuurlijk kerst eerste kerstdag tweede kerstdag is heel nederland op slot ja de obastore is open wij vieren geen kerst. We hebben 70% korting. He. Ja, maar dus gewoon zoveel alles. Zoveel. Gewoon op ja, man. Want je hebt ook je eigen loof. Weet je waar, waar het ook mee te maken heeft? Uh, je hebt de laatste week heb je gezien: Boycott van Zara. Mm -hmm. nou, natuurlijk had ik high-segment kleding. En toen ik die boycott zag van Zara, toen dacht ik: hé, hey, luister. Uh, dat zal een hele grote groepering zijn die niet meer naar de Zara wil. Maar die wel nette kleding aan wil. Toen dacht ik: ga ze wat aanbieden. Uh, Kijk, bij mij koop je een shirt. Normaal was hij 129, nu gaat hij dan 60, 50% korting of 70, ik weet het nog niet. Yeah. Uh, maar dan heb je ongeveer de prijzen van de Zara. Maar dan heb je geen shirt die je één keer wast en morgen weggooit. Mijn hey. shirt was je gewoon twee jaar lang en draag je gewoon twee jaar. Yeah. Weet je, is gewoon made in Italië. Zara is volgens mij made in China en made in uh, Turkije. Uh, made all over mij, the world, yeah. ja. Maar bij mij heb je gewoon kwaliteit. En ik probeer zo iedereen nog. Nog blij te maken. Dus we hadden een bepaald segment waarin de normale uh, kostwinnaar niet zo snel naar de OBA-store zou komen. Ja. Maar met deze sale maak ik het toegankelijk voor iedereen. En het is voor mij ook een leerproces. Want werkt deze collectie wel op die prijzen? Ja, natuurlijk. Dan ga ik gewoon door daarop. Ja. En dan maak ik de OBA-store toegankelijk voor iedereen. Voor, voor, voor iedereen. Ga je de OBA-store ook openmaken in het of open in het buitenland? Ga je ook in het buitenland de obastor ook zeg we maar. weet vaak. je, wat was na na de, de eerste twee maanden dat ik bezig was met de obastor, was ik al bezig met Antwerpen, Brussel, Marbella. Ik was <laughs> mezelf helemaal ja. internationaal aan het uh, aan het richten. En toen zei mijn vader uh, focus. En focus heeft voor hem elke letter heeft een bepaalde betekenis. En toen hij dat tegen me zei, toen dacht ik, nou man. Laat me eerst gewoon de Oba-store helemaal stabiel maken. Want het is niet alleen de Oba-store. Ik heb ook mijn eigen merk, hè, Oba. Ja. En dat we begonnen met een schoen. En dat is inmiddels zeven verschillende broeken. Drie verschillende bodywarmers. Sipolo's, polo's, polo's, jassen, winterjassen, zomerjassen. Ik heb een hele lijn hè, parfums. En allemaal mijn eigen merk, mijn eigen brand. En dat is al geaccepteerd door iedereen. Weet je, het zit al op zijn level. Dus laat me me eerst even focussen. Ja. Op deze Oba-store. En dan kan je die Antwerpen helemaal en al die andere. Doen. Te maken. Ja. En dan ga ik verder, maar goed verder. Ja. En niet nu alles verspreiden terwijl. Weet je? Ja. Ik snap wat ik bedoel. Mooie dingen, ja, man. man. Mooie ja, man. dingen, man. Mooi. Ja, man. En je en, 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 um, gaat dus nu. Dus nu is de focus Oba-store. Dus mensen kunnen gewoon. Je bent aangegeven, gekke kortingen. Dus... Trouwens, alles wat ik aan heb is Oba. Is Oba. Ja, alles is Oba. Je rokt alleen ja, Oba, niks meer. Ja, We gaan mensen sowieso thuis ook iets blessen. Ja, Misschien een je outfit je of zo. Hebben, Huh? Ik kom bij je langs, bro. Ja, en vorige keer dat hij hier was, had hij gezegd: bro, kom langs naar de Store. Ik ben nog niet geweest, maar ik spaar van, mijn ja. credits op, broer. Ja, want wanneer ik kom, kom ik voor drie, vier lovers. Nee. Ik, I'm, I'm komen met al dat stuff. Broer, ik moet je die, die, die ding laten opbouwen. Want je gaat hem niet in één keer snappen. Okay. Je moet stap voor stap. stap voor stap. Stap voor stap verander je die kast van links naar rechts, ja. langzaam met hoge ja. Ja. Netjes, alle kleuren, verschillende kleuren. Op een gegeven moment. Nu, met die merken die jij draagt, doe jij er gewoon een half uur aan om aan te kleden. Ja. Op het moment dat ik jou de Oberstorf vibe leg, ja. ben jij met twee minuten klaar. Waarom? Alles wat je uit je kast pakt, past bij elkaar. Okay. Pak je groen met bruin, pak je lichtbruin met blauw. Ja. Alles werkt met elkaar. Okay, alles. Okay, okay. Je moet gewoon alle kleuren schoenen hebben ja. en de rest, alle kleuren broeken, alle bovenkanten en dan ben je er gewoon. Twee minuten ben je klaar met aankleden, man. Je hoeft nooit meer te kijken wat past bij elkaar. Ja. Waarom? Die kleuren zijn net niet wat ze moeten zijn. Het zijn halve kleuren, dus ze werken allemaal samen. Het zijn ja. geen harde kleuren, weet je wel. Zeg, Oma okay. Fashion, man. man. Geen ja, grap, man. man. Die man ja, komt gewoon representings. Ja, maar we hebben dus nu... Okay, we, we, Broer, we, 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 wacht even. Laat, laten what? we één ding voorop stellen. We, is we zijn er. Het is niet opbouwend of zo. Het is niet... Broer, we zijn er. Ja, yeah, nou, je bent er. Broer, we hebben... Ja. tegen ja, ik wou zeggen, alle voetballers. Maar we hebben grotendeels voetballers. Alle ja. artiesten zijn geweest. De Oba-store is gewoon standvastig, bro. We hebben uh, grotendeels van de voetballers. We hebben grotendeels van de artiesten. Laat me het zo zeggen, als je namen wil horen. Wat de laatst, Barak Boussoeva. Heeft sterk bij ons gedaan. Mega respect voor die man. Uh, Klaasie van AZ. Awegard, de voetballer ook. Uh, noem het maar op, man. Henkie uh, is ook bij jou geweest. Henkie Thees, Brada. Ja. Polk, pokro. Dikke shout-out naar Pokro. Pokro is mijn mattie. Dus die zou ik gewoon een outfit moeten geven. Die kwam in de winkel. Heeft gewoon denk ik voor 4.000, 5.000 euro... aan de kassa afgerekend. Omdat hij gewoon zei van... Hé, hey, brada. Ik kom hier mee te helpen. Je bent net begonnen. Je bent gestopt met muziek. Ik, ik ken je situatie. Ik kom hier niet uh, van je nemen. Los daarvan... Iedereen is geweest, man. Josilvio. Uh, uh, spelers van Feyenoord. Uh, Jafairo. Hoe heet hij? Uh, Kijk, natuurlijk, Mota Bouni, die is naar Saudi-Arabië gegaan. Uh, je hebt. Uh, al die sterren, uh, man. Al die sterren. Die aanvoerder van het. Feyenoord. Al die sterren. Is getekend in mijn zaak. Ja. Yeah. Hij ging naar Portugal, Benfica. Ja, hij was al een paar keer in mijn zaak geweest. kwam yeah. met zijn vader. Gruwelijke gozer. Ja, broer. ik vind hem tof. Ik Love wil hem ook nou hier hebben. Maar, hij, ja. Tabouni, sowieso ja. mega respect. Mayron van AZ. Ja. Die jongen heeft veel jongens voor me gebracht. Hè. Ja. Gewoon uit liefde. Ja. Uit liefde. Broer, dit is 0,0 gevraagd of je weet toch, of elkaar. Ja. is gewoon liefde, bro. Chief ja. is geweest, trouwens met zijn ja. jongens. Uh, Abu Azaitar, de rechterhand van, de, van, van onze koning. Doop. Gruwelijke vechter. Ja. Hamisha. Uh, Sjahraz Hamisha. Ja, man. Broer, we hebben echt... Najib Amali noem het maar ja. op. Man. Iedereen, man. Iedereen ja. is geweest. Najib was hier ook. Vorige week, Lil de... Kleine. ja vond ik ook echt mooi om te zien. De eigenaar van de Valley op de Zuidas, ja. dat is gewoon een man, hè. Ja. Dat is een, uh, om dat soort mensen bij mij in de Obastoor te zien, broer. Ik zit in Westerpark, Staatsliedenbuurt. Ja. Het is niet ver van PC, 2,2 kilometer. Maar niemand gaat zomaar naar Westerpark, Staatsliedenbuurt. Ja. Broer, de eigenaar van de Valley, hè. Ja. de eigenaar van een kwart van de PC. Hotels, Apollo Hotel, ja. Van Harbour Club. Komt gewoon bij mij in de zaak, spont, gewoon vanuit het niets. Ja. Dat is vet, toch? Hé, hey, broer. Ja, dan denk je wel bij jezelf van, hey, ik heb iets neergezet. Ik ben wel lekker bezig. Ja man. ja man, ik heb echt iets neergezet. Je <laughs> kan niet zeggen dat het niet... Kijk, nu noem ik namen. En ja. voor de namen die ik ben vergeten, broers. Ik ben even snel in een interview met Fernando. <laughs> Vergeef me daarvoor, maar mega respect voor jullie allemaal man. Echt ja. liefde man. En ik zal jullie blijven joinen en helpen. Op het moment dat jullie mij nodig hebben, ik ben daar voor jullie. Want ik heb er echt liefde voor man. Mooi, ik man. ben dankbaar bro. Mooi. Weet je, en ik krijg daar geen toet van. Ik ben gewoon dankbaar, man. Ja. Weet je? En dat betekent dat we iets moois aan het doen zijn. Want we hebben er niet om gevraagd. Ja. Het is vanzelf gekomen. Dus we moeten dit gewoon. Uh... Ja, man. Ja. Dit is gewoon mijn, mijn, mijn toekomst, man. Mijn, uh... dit, dit, dit is jouw ding, ja, gewoon. 100 procent. Ja. Ik heb nog nooit zoveel respect en zoveel uh, liefde gekregen met iets wat ik ondernam. Ja. Kijk, natuurlijk, ik ben kickboxer geweest, ik ben artiest geweest. Dit, 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 is, dit is het beste wat ik ooit in ja. mijn leven heb, heb gedaan, man. Beste keuze. Maar, ja, maar de allerbeste keuze hebben we in deze ruimte zitten. Dat is uh, Miss Arab. En ik denk dat My mensen colleague. willen echte dingen. Real talk. Ja, want dit wordt de allereerste keer dat we haar erbij halen. Ja, Vertel eens even over haar. We moeten haar even ophalen. Want mensen begrijpen niet wat er gaat gebeuren. Zeg maar, deze man neemt gewoon zijn droomvrouw... Ja, maar. Die ga je zo meteen ook interviewen zelf. Broer. Ja, maar... Dat Gaan we gewoon doen? Ja. Je gaat toch gewoon. Want ik wil gewoon dat dat. Omdat kijk mensen. Ja, verander die vibe. Ja, kijk, kijk, kijk. Weet je, wat het is kijk. Uh, in deze podcast hebben mensen jou op verschillende manieren gezien. Ze hebben je verhaal gehoord, waar je vandaan komt en waar je terecht bent gekomen. De tweede keer is je bent gekomen. Vandaag dus geef je heel eerlijk toe van, hey, ik heb ups en downs, maar ik, ik doe gewoon mijn ding. Uh, ik heb mijn Oba toch groot opgebouwd. Mensen komen supporten, ze doen mijn ding. I'm proud of you trouwens. Hè? Maar dat wist je al. Alleen allemaal. jij Zelfs nog... Broer, ze no no de best voor last. Broer, ik okay. kom. <laughs> ja, ik kom, weet ja, <laughs> toch. Hé, ze komen ging gewoon. Da -da -da -da! Keep it bang. Keep it hard, keep it banging, broer. Ja, ja toch. Weet ja, je toch? Ja, dus dat? Ja. I. I got you. I. En we gaan hieronder ook wat dingen weggeven. Dus, weet uh, <laughs> ja, toch, dus dat. Maar, maar wat ik wil zeggen is van... Het is belangrijk dat mensen ook... Uh, een beeld krijgen van hoe je nu in het leven staat. En je hebt het over die vrouw, uh, jouw vrouw die jou twee keer naar Mecca heeft gestuurd. Ik vind dat we haar ook uh, een podium moeten geven. En dat, weet je, je, je komt het idee eens van Kijk bro, Fernando, niemand zou dat zomaar doen. Hè? Zijn vrouw in beeld gooien. En ik heb er ook zes keer over nagedacht om dat te doen. Mijn bro is mijn vrouw, is mijn beste Matty man. Ja. Als ze mij kennen, is het alsof ze. Mijn vrouw en ik zijn één man. Ja. Dus uh, om mij te leren kennen, zelfs hetzelfde alsof je mijn vrouw kent. En heel veel mensen kunnen zeggen, ja, waarom gooi je erin in beeld? Waarom laat je je vrouw zien? Maar het is mijn vrouw. Het is niet jouw vrouw, het is mijn vrouw. Ja, ze is mij loyaal. Ze zorgt elke dag voor mij. Zeven dagen per week, op het moment dat ik wakker word, ligt er een ontbijt klaar. Ligt er, mijn koffie ligt klaar. Mijn kleding ligt klaar. Mijn kleding is gewassen. Ze is daar voor mij. Kom ik thuis. Maakt niet uit op welke tijdstip ik wil eten. Er ligt altijd eten, zeven dagen per week. Er ligt liefde, er ligt zorgheid. Niemand gaat mij vertellen hoe ik met mijn vrouw moet omgaan. Of hoe ik mijn vrouw moet uitbeelden. Of hoe ik moet zijn met mijn vrouw, man. Ja. Het is mijn vrouw. Ik ben al getrouwd. Het is niet mijn vriendin. Het is mijn vrouw. En mijn beste Mattie. En mijn familie. Weet je? Dus hoe je mij ziet in beeld, zo zal je mijn vrouw zien in beeld. En voor de rest is het gewoon waarheid en realiteit man. Ja man. Zij is ik en ik ben zij. Mooi. <laughs> Op mijn uh, Nederlands. Ja. Ja. Dus uh, jongens maak je die klaar. Worden ova. Gaat zo in beeld komen. Ja man. En uh, natuurlijk kijk mevrouw uh, komt uit Brussel, Frans sprekend, heeft in de afgelopen uh, paar maanden Nederlands geleerd. <laughs> Maar Gebroken Nederlands, uh, gebroken Engels, trouwens. Fransen die praten nooit goed Engels. Yeah. Je bent wel eens in Parijs geweest. Ah, oui, oui, uh, petit. Maar uh, ja, uh, heb, uh, heb, heb je die Franse Engels horen praten? Ja, die Fransen die, 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 <laughs> die willen niet eens Engels praten. Toch? Dus uh, bereid je voor op een hele grappig gesprek. Uh, yeah. Ik ga mevrouw ondersteunen waar dat moet. Yeah. En uiteindelijk, uh, ja, wat je voor ons vooruit bereid, man. Ik ga die vraag stellen aan mevrouw, man. Top, 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 ja? top. Jongens, salam alaikum Come to sit on my place. Uh, en, yeah, ja, man. Miss Arab. Ai. Ai. Real talk, ik zeg het je toch. Exclusieve dingen. De vrouw van Jalaloba in de beelden. Hij is even opgestaan. Kom zometeen weer terug. Want ik heb een verrassing voor ze. Ze gaan elkaar zometeen wat vragen stellen. Hé, hey, Real talk. Exclusieve dingen, toch? We gaan het jaar niet zomaar afsluiten. We gaan het met exclusieve dingen afsluiten. Waar in de beelden. Waar How you doing? Good. I'm good, and you? Yeah, I'm good. I'm good. But I'm just good. now, I understand nothing. But it's... nothing. Good. I was just saying good things about you. <laughs> okay. So uh, things about Jalal Abad, He's a great. He's a great guy, right? He's a very, very great guy. <laughs> hey, Jalal. <laughs> <laughs> but uh, tell us a little bit about you. But he said you're Miss Arab. So you're mm -hmm. uh, 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 f f like like a model. You're what? What's what does Miss Arab? You're the most beautiful woman person in no, the arab no world. it's not the most beautiful girl son. oh no 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 you need to be smart yes. very smart and after the beauty is coming but the first step is uh, if you are intelligent you know oh, you got to be smart then you yeah. become okay and so you miss arab so you're the smartest woman in yeah and also if you speak very good you know yeah. and you need to speak you need to speak a little bit English. Yeah. Same like me. Yeah, you yeah, know? yeah. <laughs> But just little bit. Just a little okay. bit. Just, just a little, little bit. bit. Just a little bit. Because just a little it's little not Miss International, it's a Miss Arab. <laughs> <laughs> but this it's okay. You need to speak very good Arabic. Yeah. yeah. <laughs> and and and, and, you, and you 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 also like um, you you travel a lot. You do a lot of like uh, for big brands. You also do like modeling right yeah, before yes I've, i travel a lot for my job but now no because yeah. i have my husband and i take care of my husband you Yeah, and I, I need to stay close to my yeah. husband yeah yeah because <laughs> he just told us that you you have a very big impact on him like you mm -hmm. you keep him mentally good you keep him strong you, how does it feel when you're mad talk so highly of you and he says like it's my woman she's my best friend how does it feel when i'm w w when i listen to this i'm just here i am so happy because when you do something for your husband you think maybe it's possible he's normal and he don't see all these things but yes he see everything okay okay <laughs> Guarda, yeah, i just heard very valuable information in the netherlands i'm a radio dj i've been doing this for years Mais j'ai juste entendu que vous faites aussi de radio et and des interviews et toutes ces choses aussi. Oui, avant en Belgique. Oh, wow. Et en français. En français. Parlez un peu français pour moi et si je peux traduire. Mon français est très mauvais. Oui, oui, je m'appelle Coco, je ne sais rien. Bonjour, vous êtes sur le 106.8. On se retrouve comme chaque samedi sur la chaîne Arabelle. Alors aujourd'hui, on est avec Fernando. Something with Fernando. <laughs> wow! Wow! Alors Fernando, qu'as-tu à nous raconter aujourd'hui? Je m'appelle. Yes, uh, yes. Amsterdam. Okay. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Fernando. My French is very bad. I, I scored very low in French, mm -hmm. but I love the language. I love listening to the French music, hip hop music. But I have a surprise for you. Okay. This this interview is all about getting to know people. Very well, very deep conversations. But now I want people that are watching this podcast to get to know you and Jalal in one conversation. So I came up with a couple of questions. He's gonna ask you the questions and you're gonna ask him back the questions. Okay. How about you and dime Yes jongens. it's Mr. Tommy Lee aan de beat. Nee, een grapje. Laatst <laughs> dan. Uh, ik zit hier met mijn vrouw, Warda. Ja. We gaan vandaag iets doen wat nieuw is in Nederland. Fernando komt natuurlijk met die nieuwe dingen. Dus wij zijn ready voor die nieuwe dingen. Um, ik moest van Fernando gisteren ja, een vragenlijst uh, voorbereiden. Om mijn vrouw vragen te stellen. Mm -hmm. uh, baby. En dan het La, Belarbia. I'm gonna do it. In Arabic. I'm gonna do it in English. Okay. En ik ga het doen in het Nederlands. En tegenwoordig heb jij ook een beetje Nederlands geleerd, toch? Toch. Jeetz al. Begrijpen. Die was goed. Die. Jeetz ik... Ja, maar ja, ja, zeker. Dan ben je aan de Oké, babe. First question. In welke situatie Voel je je door mij geliefd? In which situations. Oké, okay, mijn my, my Engels is also shit. Versmunt <laughs> um, mandar. No, this is niet Arabic. In which situation. Katabrini kan breek. Hé, Fernando. Het is wel even moeilijk te vertalen. Wacht even. In which situation. Katabrini kan niet leerden dat ik <applause> بتحتدي لي ريبونس، this is the answer. when you give me the حب، when you give me the love. شنو قلتي ريبونس؟ this is the answer. answer. baby، baby، baby. ورداء. respond. answer. أنا yeah, <applause> Response. Uh, uh, answer. <laughs> <ends well>. Answer. <laughs> answer. Okay. Answer. Okay. This is the first question. You have okay. the answer. <laughs> when you take care of, about me every day, and why? Why you do this? No, no. Way? You're right. I was looking to the question. If you are, if oh. you are saying it why? Right. And every time when you send me, baby, you are okay. Uh, you are sleeping well. uh when I am your priority, you know? You are every second my priority. And it's for this. Thank you very much. <laughs> um, what I mean for you, I'm actually not You are my flaws. health. <laughs> no, <laughs> no, this is not true. Because I'm huh? You are my health. I'm your health. Yeah. You are mine too. Okay. I'm your mirror. When you look in the mirror, you see me. <laughs> no, this, no. <laughs> No. Helemaal mijn No <laughs> worry. Um, where do you go? No wait. Um, waar ga je het liefst met mij naartoe? Uh, in paradise, in charl. Beautiful answer. Yeah. Very beautiful answer. Me too. Um, krijg je voldoende complimentjes van mij? Uh, kan zeker ik bezef. every day this i like yes well you are like this like every what? day oh like you are what? beautiful yeah amazing hair uh, huh? of course when i say this every time but i say also the other things but i say you why don't my say hair is beautiful <laughs> you say me yeah you have beautiful hair <laughs> no i say make it longer what i say i'm done with the short i say make it yeah longer. but now it's a little bit more long but but you say also the other things what I say or? Uh, no, no. No, <laughs> <laughs> only the beautiful things. <laughs> um, how you feel when I'm not with you? How do you feel when I'm not I work I work every day. I, I feel not not safe. You complain sometimes. You work too much. You don't make time yeah. to, make me, to go with me with yeah. dinner. Uh, but I feel uh, not safe. You feel not safe. Ja. Yeah. Ah, because. Because you are my security. Ah, jaloers, ah. the beast. No, listen. Um, 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 What I want to say about that is, um, yes. Our English maybe is not so good, but jongens, het maakt toch allemaal niet uit, jongen. We zijn allemaal niet in school geweest. Zij my wil, English zij is good. Trouwens, zij heeft trouwens bachelor afgerond, universiteit. Alleen, ja, in Frankrijk doen ze niet zoveel naar Engels, denk ik. Maar in ieder geval, volgende vraag. Is mijn vrouw, af en toe, ah. kijk, mijn vrouw heeft een specialiteit. Die ken je nog niet. Yes? She speaks Spanish, she speaks Chinese, she speaks every language she want. So sometimes I come home, she is too happy. She says, today, today I'm Spanish. My name is Tabata. And then she say, hola. Comment ça se dit? We gonna do this now. Want het is leuk als een man... Oké, spreek Spanisch to mij dan. Spreek als like wanneer ik naar kom. Maar kom voor de rest naar de toekomst, ja. ja. ik jong ben, is ook Ik Chinese. Snap je? Dus ik kom elke dag thuis met een verrassing. Wat you je het meest with me It's a lot of things man. So let me think. You want one thing? <laughs> yeah. Just one thing. <laughs> Just one or two. <laughs> it's a lot of things, Wadla. No, you know what I like the most and it's gonna sound the most uh laziest? It's watching a movie with you, man. I do a lot of things with you, but watching a movie is my most chilling time with you. Because we think the same way, we like the same movies, we like the mm -hmm. same series, we like, yeah. you know, I love that the most. Yeah, this is true. When Me you too. put candy on the table and chips and, and, and everything. Sample moment. Yeah, man. Not simple, simple. Simple. Simple moments. Simple moments. Yeah, sample is from my job. Okay. Um, when are we a good team as a couple? When I'm on my weakest. Mm? I know you now a long time and ik can have it besef hebben. Ja. In het Nederlands, ik ken haar al heel lang. Heel, heel lang? Ja. Yeah. I think in, 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 this, in all this time, I find you one time on your weakest when you cry and you had a little bit emotion from family. And, mm. But in all this time, you are always strong. Dus in, deze, in de afgelopen tijd ben je altijd sterk geweest. Ik heb je al nooit zien. Zien heel of zwak te laten zien. En ik denk dat wij op onze best zijn wanneer ik op mijn zwakst ben. Jij maakt me vaak op mijn zwakst mee. You, you understand? I understand. Je begrijpt het een beetje, toch? Ik begrijp een beetje. Oké. Okay. veel, nou. Je begrijpt nu te veel? Te veel, nu. Ja? Grelijk. Maar ik denk het ook. because in een koepel, ik denk. Your husband or your wife. It's down, you need to be strong and we help each other like this. I think this is the secret. the secret. secret <laughs> the secret. What does love mean to you? What does <laughs> <at dolls>. those. <laughs> those what does love mean yeah. to you? Mm. Struggelen man. Samen zijn door dik en dun. elkaar uh, lief hebben. You understand? Oh, yeah. I understand. Yeah. To love each other. Um, on the most difficult times. You know? Mm -hmm. yeah. To see the most beautiful of each other in difficult times. I think, uh, ik denk dat liefde... Liefde is het belangrijkste wanneer je elkaar op zijn zwakst meemaakt. En je dan nog steeds verliefd op elkaar kan zijn. Ik denk dat, dat liefde is. Je bent zo cute, man. Nee, dat is lief. Met mij ben je cute. Met andere mensen ben je agressief. Je bent een gangster. Wat maakt je je in onze relatie? That's a good question. I never had a wife in my life who take care of me like you do. You know, every morning, elke ochtend word ik on ontbijt, lunch, croissant, just taking care. Four times a week, massage my feet, my back. I'm. That's why I have a pants now, and my muscles are gone. <laughs> you put me in, uh, in pillows every time. You, you take care too much of me. When I was alone, I was hard. I need to take care of myself. I train. I uh, you make me a little bit soft. But I am here. Yeah, I am here. Like to take this, care I of take care of, me. Care of you. Mm, of thank course. you. Same thank like you. you with me. Yeah, I'm a little bit different. But <laughs> yeah, <You> a <are laughs> little bit different. Yeah. <laughs> what, those? <laughs> what those What those What those what does? Maybe I said wrong too. <laughs> what does home mean to you? Home. What is the word home for you? Home. Home toys. Yeah. You are my home. Yeah. This is the answer why I want to listen. I have. I have a cat and a <laughs> wife at home who every day when I come home they are waiting ah The next week he say me never I don't have wife at home I don't have cat I come I put my shoes there my jacket and everyone speak with me because when Charlie come at home I say yeah you choose your jacket you this you this and this day he is little bit too much hungry he say me yeah but before i don't have a wife he say to me uh your jacket your shoes and i don't have to cut and you know but now uh, <laughs> 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 what you are talking okay. my shoes your shoes yeah okay your shoes Shows? <laughs> <laughs> shoes. <laughs> shoes 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 what does? You <laughs> perfect day? <laughs> it's does. Yes, does. No, seriously. What? What, do's? what does? Ah, what and does? you too, yeah, you don't know. Yeah, what does? What does? What does? What does? <laughs> One thousand. <laughs> One dozen. <laughs> One dozen barkies. <laughs> One barcys. <laughs> this is so funny. What do you give me around? One dozen barkies? <laughs> what does? What does? You does what does does what does what does? <laughs> what does what does your perfect day look like? Does <laughs> remind Mr. Shakespeare? <laughs> what does Mr. sauce What does your perfect day look like? <laughs> <laughs> What Dave. does Mr. House? It's <laughs> 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 House. i my House. Shall I to Mr. Shakespeare? <laughs> <laughs> uh, what, what does it mean? What does my perfect day Your look perfect like? perfect day look like? When I'm in the sun, when I'm in my in the sun with you, in a private Boat. beach. Tranquil with each other, mm -hmm. good food, sun in our face, freedom. 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 This is you, perfect. I like. And the next question is. <laughs> oh, yeah, okay. Baby, I love you. Me uh, too. Thank you be in my interview <laughs> support me again every time and uh, may allah keep us together inshallah and thank you for all your support and thank you for all the pushing you did mm -hmm. for all the hard fights you did to make me on the on the right path yeah but you are the best thank husband. you very much without you i couldn't do this i'm, I'm gonna tell you honestly love you thank you and thank you for my english and thank you my mattis what was before we did always like this <laughs> <Come on. laughs>